We are dying to get a woning. Hello, Nijmegen! Ja, lees maar waarom ik hier ben. Woningen zijn voor jullie generatie onbetaalbaar, onbereikbaar. Voor mijn generatie misschien nog net wel, maar als je er 20 jaar vanaf trekt of 30 jaar vanaf trekt, dan is het gewoon niet meer te doen. Ik ben hier vandaag om het Nijmeegse woonprotest te ondersteunen, mede namens de FNV. Zodat iedereen weer betaalbaar kan wonen, omdat wonen een recht is. En je niet al je loon of uitkering of pensioen kwijt moet aan een woning. Want je hebt ook andere kosten. Ik vind het belangrijk om dit soort initiatieven te steunen. Is ook goed dat dit met name ook door jongeren opgepakt is. En dan kunnen wij alleen maar toejuichen en hier zijn. En als het een breed protest is, om dat ook te ondersteunen op deze manier. Maar hoe kan dat dan? Want jij bent dan iets langer dan ik bijvoorbeeld op deze aardbodem. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd dat bijvoorbeeld de prijzen zo explosief zijn gestegen? Er is een tekort. Dus dat wat schaars is, daar gaat mensen om vechten. Dus dan wordt overboden. Dus de mensen met veel geld winnen. Die komen als winnaar eruit. Mensen met minder geld hebben een probleem. Het is moeilijker om een hypotheek te krijgen. Als je met studieschuld je studie beëindigt, krijg je sowieso veel minder hypotheek of geen hypotheek. Ja. Dus dan wordt het ook weer. De prijs wordt steeds verder opgedreven. Ja, dat is absurd. Ik ben bang dat ik later nergens kan wonen. Nou ja, dat is zo duur. Ik heb geen fiscaal partner, dus ik heb een huis kopen is geen optie eigenlijk op die manier. En de huurprijzen zijn zo belachelijk hoog dat ook meer dan 3/4 van mijn maandsalaris zal zijn als ik starter ben. Waarom liggen we op de grond? Ik lig op de grond omdat ik echt heel brak ben. En ik was een beetje klaar met staan, maar ik wil wel hier zijn om solidariteit te laten zien. Ligt een beetje lekker. Ja, dat is echt super chill. Het is echt beduidend beter dan staan. Hey, maar vandaag zijn we bij een woonprotest. Ben je niet bang dat je misschien ooit zo gaat eindigen? Hoe gaat eindigen? Nou, op de grond. Ja, best wel. Ja, zou erg matig zijn. Een goede oplossing. Nou, mensen moeten mogen een woning hebben om in te wonen. Met maximaal misschien één woning om. Die je bijvoorbeeld koopt voor je kind of een vakantiehuis of weet ik veel wat. En that's it. Je hoopt ook dat de Nijmeegse gemeenteraad ook luistert. Zo van dat ze ook in bestemmingsplannen rekening houden met voldoende goedkope woningen. Ja, ze moeten denk ik ook een beetje gaan stoppen met het binnenhalen van nog meer mensen, nog meer mensen, nog meer mensen. Nederland blijft Nederland. Hey, jullie roepen ook leuzen als anticapitalisme. Wat heeft dat met het woonprotest te maken? Ik ben echt heel brak. Dat gaat hem denk ik nu niet worden om heel helder na te denken. Maar je kan wel deze jongen hier vragen. Omdat veel woningen nu in handen zijn van huiseigenaren die dat niet gebruiken voor wonen. Maar hem uit te huren omdat ze meer kapitaal hebben dan de rest. En kapitalisme funnelt fundamenteel gewoon geld naar rijkere mensen. En daardoor krijg je heel veel mensen met minder geld en minder woningen. Terwijl dan superveel mensen of een kleine groep mensen heel veel woningen heeft.